beste vrienden van Paars. Op 17 mei staan we stil bij de haat en het geweld dat LGBTQI+ personen wereldwijd nog steeds ondervinden. Of het nu off of online gebeurt, het is pijnlijk en niet aanvaardbaar. Liefde is liefde en vooral iets heel persoonlijks. En daar heeft niemand zich mee te moeien en al zeker niet op een gewelddadige manier. Een overheid kan en moet maatregelen nemen om haat en geweld te voorkomen en slachtoffers beter te beschermen. En dat doen we ook door de strijd tegen discriminatie en geweld tegen golibi en transgenderpersonen op te voeren, ook online. Wetten en actieplannen zijn belangrijk, maar niet voldoende als we geweld en haat willen bannen. Het zijn de harten en de gedachten van mensen die we willen aanspreken. Te beginnen bij onze allerjongsten in de scholen. Daar. Begint leren omgaan met elkaar op een respectvolle manier. Daarom ook dat ik zo onder de indruk ben van de Paars-campagne, die mee wil bouwen aan een verdraagzamere samenleving door in te zetten op meer sensibilisering in onze scholen. De oproep is simpel: draag iets Paars, de kleur van moed en kracht. En doe dit om al je holibie- en transgender vrienden, familieleden of kennissen te steunen. Toen ik nog op de schoolbanken zat, ik durf het haast niet te zeggen, dat was in de jaren 70 van vorige eeuw, werd er helemaal niet gesensibiliseerd. Als er als iets over een holibi-persoon of zo gezegd werd, dan was dat meestal op een niet zo vriendelijke manier. Ik ben ervan overtuigd dat als er toen op een constructieve manier met deze kwesties zou zijn omgegaan, lotgenoten en ook ikzelf heel wat minder tijd zouden verloren hebben om onszelf te vinden. Er zou ons ook heel wat hartepijn. Bespaard zijn gebleven. Dus initiatieven zoals dit maken een verschil voor heel wat jongeren. Dit jaar zal Paars plaatsvinden in meer dan 185 scholen en Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en in Brussel. Het is pakkend dat zoveel instellingen mee die boodschap willen uitdragen en ik hoop dat de andere scholen snel zullen volgen. Laat ons leren om onze verschillen te omarmen en te beseffen dat we veel meer delen met elkaar. Dan wat ons scheidt. En daar is soms moed en kracht voor nodig. En daarom dragen we vandaag de kleur paars.